In deze video lees ik drie actuele stukken uit de Surinaamse media voor. We beginnen met een artikel uit Star News van 18 september 2024, waarin de first Lady Melissa Santoki-Sinaceri een belangrijke rol speelt in gezondheidsprogramma's voor jongeren. Vervolgens bespreken we een alarmerend artikel uit de West van 17 september 2024 over verhekte mediaplatformen in Suriname. Tot slot behandelen we een visie op de toekomst van Suriname met een industrieel plan voor 2025-2035. Gepubliceerd in Star News van 17 september 2024. Deel je mening over deze onderwerpen in de reacties. Het eerste stuk staat in Dagblad, Star News, van 18 september 2024 en heeft als kop First Lady op de Bres voor gezondheidsprogramma's voor jeugd. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Presidentsvrouw Melissa Sinaceri zal in hoedanigheid van voorzitter van de Spouses of Caricom Leaders Action Network, SCLN, een side-event organiseren tijdens de 79ste UN General Assembly in New York. Dit gebeurt samen met de United Nations Foundation, UNF en United Nations Children's Fund, (UNICEF) Suriname als partners. De side-event zal op vrijdag 27 september worden verhouden. De activiteit wordt jaarlijks georganiseerd door de zittende voorzitter en gefinancierd door de UNF. Santoki Sinacheri is vanaf december 2023 officieel voorzitter van SCLA en Santoki Sinacheri zal een lijvig programma afwerken in New York. Zij is vandaag vertrokken naar New York en keert 28 september terug naar Suriname, meldt het Instituut van de First Lady. Het onderwerp van het evenement is dit jaar Investing in a Sustainable Future to enable children and adolescents to reach their full potential, a discussion about physical and mental health. Deze activiteit is bedoeld om belangenwaardeving op hoog niveau te bevorderen en te investeren in de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en adolescenten in het Caribisch gebied en wereldwijd. Enkele van de belangrijke doelstellingen hierbij zullen zijn het vergroten van het bewustzijn over de lichamelijke en geestelijke gezondheidsuitdagingen voor kinderen en adolescenten, pleiten voor beleidsveranderingen en grotere investeringen in fysieke en mentale gezondheidsprogramma's voor de jeugd. Het tweede stuk staat in dagblad De West van 17 september 2024 en heeft als kop Meerdere mediaplatformen verhekt. Dit stuk wordt toegeschreven aan Orsilia Dingen. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Het lijkt wel een georganiseerde aanval. Redacteuren van Zonik, Sun, Suriname Herald, Star News, ABC Radio en televisie hebben gisteren tijdens een persconferentie de media geïnformeerd over aanvallen op mediaplatformen. Enkele redacteuren stellen dat sinds augustus vorig jaar hun sociale media kanalen verhekt worden. Niet alleen accounts worden verhekt, ook worden volgens hen artikelen die niets met politiek ...politieke partijen of het beledigen van anderen te maken hebben, massaal gerapporteerd of verwijderd. Mediahuizen krijgen door het constant rapporteren van de artikelen, meldingen of waarschuwingen dat de pagina's geblokkeerd of verwijderd zullen worden. Tijdens de persconferentie kwam naar voren dat meerdere mediabedrijven last ondervinden van aanvallen op hun platformen. De verschillende mediahuizen hebben tijdens de persconferentie uitgelegd hoe zij getroffen zijn en nog steeds aangevallen worden... Ook werd benadrukt dat de aanvallen erger zullen worden als er niet tijdig gevrepen wordt. De aanvallen hebben ook een financiële impact op de mediahuizen, aangezien zij afhankelijk zijn van adverteerders. Worden pagina's door hackers bezet, dan wordt het moeilijk daarop te adverteren. Ook het bereiken van de mediahuizen wordt op deze manier moeilijker. De mediabedrijven verklaarden dat hun kanalen op twee manieren worden afgevallen. Bij de eerste worden sociale mediakanalen, e-mailadressen en andere accounts gehackt en verheel overgenomen door derden. Bij de tweede worden artikelen massaal gerapporteerd. De artikelen die gerapporteerd worden, verschillen allemaal van elkaar. De aanval komt volgens de mediabedrijven meer via Facebook. Georganiseerde aanval: Volgens de mediahuizen gaat het om georganiseerde aanvallen. Het is niet duidelijk uit welke hoek de aanvallen komen, omdat het niet één soort artikel is dat gerapporteerd of verwijderd wordt. Ook kan dit volgens de mediahuizen niet direct aan Facebook zelf liffen, omdat Facebook berichten tussen de 5 tot 30 minuten verwijdert. De berichten van de mediabedrijven die verwijderd worden, betreffen artikelen van een dag tot maanden verleden. Volgens de redacteuren is het niet duidelijk wat het doel achter de aanvallen is. Wel is het volgens hen duidelijk dat geprobeerd wordt de samenleving betrouwbare informatie te onthouden en de reputatie van de vrije pers te schaden. Vervreesd wordt dat de aanvallen erven worden, aangezien de verkiezingen voor de deur staan. Benadrukt wordt dat het om een nationale zaak gaat. Op de persconferentie is de regering opgeroepen om dit fenomeen te helpen stuiten. Ondertussen werkt de groep getroffen mediehuizen ook zelf aan oplossingen. Persvrijheid. Tijdens de persconferentie is benadrukt dat de aanvallen de gevaar vormen voor de persvrijheid. Ook het recht van het individu om zich te uiten dreigt in gedrang te komen. Ook werd benadrukt dat het niet alleen om de media gaat als deze aanvallen aanhouden. Maar ook om het vrijelijk uiten van de mening van de gewone burgers tot politici. Iedereen heeft er baat bij om tegen deze tendens op te komen om een gedegen oplossing te vinden, werd gesteld. De mediabedrijven maakten duidelijk dat zij de samenleving geen informatie wil onthouden, maar dat het met deze aanvallen te maken heeft. We houden geen informatie achter, maar het heeft met zulke aanvallen te maken. Want je wordt dan gerapporteerd of het artikel wordt verwijderd. Het is geen onwil dat we bepaalde zaken niet willen publiceren. Oh, hans is nodig om dit probleem gezamenlijk aan te pakken. Door het dingen. Het derde stuk staat in dagblad Star Nieuws van 17 september 2024 en heeft als kop Industrieel Plan voor Suriname 2025-2035. Dit stuk wordt toegeschreven aan Fidje Jiralal. Volkspartij leeft bij Suriname. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Ingezonden. Suriname heeft een snel groeiende jonge bevolking met een toenemende vraag naar vrije tijd, besteding, consumptiegoederen, financiële en ICT-diensten. Suriname behoort ook tot de weinige landen in de wereld met de allerhoogste bebossing, 93%, 95% en biodiversiteit en tot de drie CO2-negatieve landen ter wereld. Daarnaast beschikt Suriname over rijke natuurlijke hulpbronnen, tropisch hout, Goud, olie en gas, en onontgonnen. Zeldzame mineralen, en voldoende vrucht bij land voor duurzaam grootschalige afrarische, landbouw, veeteelt en visserijproductie. Samen maken deze factoren Suriname tot een aantrekkelijke, zakelijke en industriële propositie voor de lokale particuliere sector en voor de directe FD's. Om Suriname te industrialiseren, zal Volkspartij Leefbaar Suriname, VLS, zich inzetten om nationale en internationale kapitaalmarkten te mobiliseren om investeringen voor de private sector te realiseren. Dit is essentieel om het industrieel plan te implementeren om daarmee een Suriname van de 21ste eeuw op te bouwen dat goed gepositioneerd is om zijn plaats in te nemen in de wereldwijde waardeketen. De implementatie van het industrieel plan is een van de vijf ontwikkelingsdoelen van VLS. De overige de vier ontwikkelingsdoelen zijn: voed Suriname, verlicht en versterk Suriname, integreer Suriname en verbeter de kwaliteit van leven van de bevolking van Suriname. Parallel aan de implementatie van het industrieel plan zal ook aan de overige de vier ontwikkelingsdoelen verwerkt worden, omdat ze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Volkspartij Leefbaar Suriname en haar groeiende achterban gelooft er sterk in dat als het mandaat van het volk van Suriname krijgt en zich richt op de vijf ontwikkelingsdoelen het 90% van de duurzame ontwikkelingsdoelen, SDG's, in 2035 zal behalen. Daarom staat het Industrieel Plan centraal in de vijf ontwikkelingsdoelen van Volkspartij Leefbaar Suriname. De kern van het Industrieel Plan is ook dat we meer, efficiënter en met minder mensen hoogwaardige producten moeten produceren, welke voldoen aan nationale en internationale normen. Bovenal moeten we waarde toevoegen aan onze natuurlijke hulpbronnen en ze duurzaam, effectief en met zo weinig mogelijk schade aan het milieu omzetten in verwerkte producten van zeer hoge kwaliteit... voordat we het aan de wereldmarkt aanbieden. De totale kosten voor industrialisatie over een periode van 10 jaar... 2025-2033... schatten we intussen US-dollar 4, 4, miljard, US-dollar 7, 2 miljard. De uitvoering van het industrieel plan zal in drie fasen plaatsvinden. Voorbereidende fase 2025-2028... groeifase 2028-2030... En versterkingsfase 2031-2035. Met de geschatte kosten en de fasering van het plan verwachten we dat Suriname tegen 2035 een BBP van US dollar 18 miljard, exclusief oil en gas, kan bereiken. Met het mandaat van het volk van Suriname op 25 mei 2025, zal het startcijfer veven worden voor de stadsgewijze implementatie van de vijf ontwikkelingsdoelen van Volkspartij Leefbaar Suriname. We moeten na het mandaat daarom niet vertragen, maar juist fast forward gaan, ING. Fice emit EMITL-wetenschappelijk instituut, Volkspartij Leef bij Suriname. Dat waren dus drie stukken uit de Surinaamse media, dagbladen. Uw mening over deze stukken kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen.